Oké, top. 3, 2, 1. We combineren items en we krijgen. Hoe vet gaat hij eruit zien? Hoe sterk wordt hij? We gaan het zien. Wow, yeah. Dit is een level 297 Celestial Griffin. En dit is een Celestial Ascension item. Als ik die twee combineer, dan krijg ik een Ascendant Celestial Griffin. Wauw, ik weet het, ziek. Dat gaan we dus doen in deze aflevering, broeders. Het wordt niet normaal. Destiny 12 wordt nu Destiny 12 plus een beetje extra sterker. Nadeel daarvan is wel dat ik eerst al deze dingen in mijn eigen tas moet doen. Ja, dat is niet zo heel veel. Laten we daarom eerst om de spanning op te bouwen, even naar Axe die vliegen. Trouwens, leuk dat jullie weer kijken. Ik ben nu op aan het knappen. Ik ben echt lang ziek geweest, man. Ja, ik ben nog steeds ziek in een andere manier, maar dit is zeg maar een soort van griepziek. Daarbovenop, daarop. Maar tof dat jullie weer zijn. Dus, voordat we dit echt allemaal gaan uitvoeren, broeders. Ik heb hier, bijzondere wezens gevonden. Ze zijn de kleur van Alex Klein. En het zijn parrots. Eindelijk. Ik probeer al vanaf het begin deze dingen te vinden en te tamen. De laatste keer dat ik er een zag, ik weet niet of jullie het gezien hebben op Jamie's kanaal, heeft hij alles vermoord wat we hier hadden. wacht eens even. Oh, never mind. Ik dacht even dat mijn Chaos Dodorex dat was. Maar ja, dat is gebeurd. Elder Moss Shops. Hé, het is in dezelfde kleuren. Dat is gek. Hoe tem je een parrot? Ik denk dat het heel simpel is. Gewoon knockout schieten. Moet ik hem knockout schieten? Ik denk dat hij dan doodgaat. Maar het eet alleen maar Majo Berries, dus dat is top. Heb ik hier Majo Berries? Dat zijn Tinto Berries. Hebben wij nog een Berogio? Of hebben we die allemaal doodgemapt met Jamie's en Nukes? Ik denk het niet. 1, 2, 3. Ik denk het eigenlijk niet. Oh, zelfs de voedselbak is weg. Dat is niet handig. Oh, we hebben trouwens ook nog de Celestial Rock Drake. Oh, dat klopt. Oké, ik ga gewoon even dicht bij de parrots staan en kijken wat er gebeurt. En dan kunnen we daarna met misschien een nieuw maatje op de schouder de Celestial, de Ascendant Celestial Griffin gaan maken. Parrot 130. Oké. Nou, check. Die kun je gewoon passive tamen. Dat is top. Ik zag dat hij 1 rare flower nodig heeft. Het mooie is, die hebben we natuurlijk allemaal, want die gebruiken we allemaal voor het craften van verschillende dingen in deze wereld. X-City is nu officieel een beetje uitgedund. Heel erg jammer. Maar dat maakt niet uit, jongens. Het gaat allemaal. Jimmy. Het gaat allemaal weer goed komen. Dus ik heb hier nu 1 rare flower. En daar gaan we meteen even misbruik van maken. En ik heb hier 1 level 130. Is dat hem? 1 level 130 parrot. Ik voel het snot nog in mijn neus zitten. Oh, echt 2 weken lang niks gedaan voor mijn gevoel. Hallo. Yes! Eindelijk! Eindelijk hebben we een parrot. Kaka! Wat doet zo'n ding eigenlijk? Yo, hij ziet er ook best cool uit. Kakaroto. Kaka parrot. Nou, aangezien we toch anime naam aan het doen waren origineel. Wow, what the fuck? Gastlantus. Gaan we deze even een goede naam geven. Ik zei net al, parrot klinkt als Kakarot. Kakarot. Dus we noemen hem Kakarot. Oké, Kakarot de parrot. Kaka parrot. Kijk een perren, neef. Broeders, ik wil even zeggen, bedankt voor de support op de video's. Het zou tof zijn als jullie weer even 2000 likes kunnen doen. Dan gaan we misschien 7 keer in de week uploaden. 7 keer ARK. Let's get it. Oké, waar is mijn mount? De Griffin. Oh mijn god. Maar voordat we dit kunnen doen, broeders, moeten we echt naar een hele speciale plek gaan. Je kan niet zomaar een Griffin ascenden. Je kan alleen maar een Griffin ascenden op het hoogste punt van de wereld. Dat wisten jullie waarschijnlijk niet. Dus daar gaan we nu naartoe. Maar wat is het hoogste punt eigenlijk in Ragnarok? Dat is eigenlijk wel een hele goede vraag. Hé, er is een Desert Titan. Zou het de... Nee, er zijn niet echt heel veel piekbergen per se, hè? Ik denk dat het in de snow is. Je kan het gelukkig makkelijk zien als je gewoon zo vliegt aan de horizon. Wat hoor ik? Oh, dat is een... Oké. Ik heb mijn nieuwe parrot. Gaan checken wat de hoogste berg is. De piek. Of Ragnarok. Oh, trouwens, broeders, hebben jullie zin in Fjordur? Die nieuwe map. Ik zag een paar nieuwe dino-releases. Zag er heel tof uit. En we hebben ook bijna de 36.000 subs, jongens. Abonneer. En dan gaan we de road to 40.000. Oké, ik denk dat de hoogste berg... Oeh, als ik hier nu zo sta. Denk ik... Zou dit de hoogste zijn? Dat daar is ook wel hoog. Misschien dat wel, bij de pilaar. Maar ik denk eigenlijk het hoogste is die. Want de origineelste... Was de woestijn nog niet klaar en toen was het gescheiden door die berg. We kunnen wel even gaan. Oh, wat is dat? Dat is een Megafitticus. Ik hoor een Megafitticus. Oh, daar is de Megafitticus. Het mooie is, mijn Celestial Griffin kan dit al.
Oeh, dat is een light griffin. Mijn celestial griffin is al moeilijk sterk. Doe het. Doe je ding. Schiet hem. Boom. Oh nee, ik heb mezelf... Nee. Niet weer. Niet weer, celestial griffin. Je hebt jezelf gegrown. Oh, hij is dood. Zie jij sterk. Ik zei het jullie nog. Op zich, dat is wel lekkere damage. Dat is wel... mag er wezen. Ik ga niet liegen. Dat mag er wel wezen. Oké, dan gaan we dus nu naar de plek. Terwijl ik er naartoe vlieg, ga ik comments voorlezen. Wes, yo bro, ga zo door met deze serie, want hij is leuk en ik wacht altijd op een aflevering met een van jullie kanalen. Epic! Thanks Wes. Ik vind dit zo'n leuke serie, ga zo door mannen, thank you. Graag gedaan, Dishai. Hier heb ik op zitten wachten, thanks Rudy. Geen probleem, Tinus. En we zijn er! Wauw! Oh, dit is de plek. De enige plek waar je Ascension kan doen. Dat wisten jullie misschien niet. Jullie dachten echt dat ik op zoek was naar een berg. Bakken. Ain't no mountain high enough. Het is deze plek. Alleen deze plek. Oké, nu wordt het even riskant, want ik ga al deze zooi... ik ga dit allemaal in mijn tas doen. En dan ben ik gewoon eigenlijk een makkelijk doelwit. Heeft hij een zadel of heeft hij geen zadel? Top. En dan gaat nu de Ascension gebeuren. Broeders, zijn jullie er klaar voor? Snel, nog even. 2000 likes, doe het. En in 3, 2... hebben jullie het gedaan? Oké, top. 3, 2... We combineren de items en we krijgen. Hoe vet gaat hij eruit zien? Hoe sterk wordt hij? We gaan het zien. Wow, yeah. Oh, nee. Sta stil. En we hebben de Ascendant Celestial Griffin. Kijk naar hem. Hoe ziek is dat? Ja, deze is wel oprecht prachtig. Deze is super nice. 1,6 miljoen HP. Die moeten we natuurlijk even keihard gaan levelen. Ik heb je een paar medium XP potions erin gedaan, maar we willen eigenlijk deze hebben. Oh ja. Dat ik dit gewoon meteen doen, boeien. Met een paar XP potions weggegooid voor niks, maar niet uit, hè. En daar is meteen een doelwit om even op te testen. Nou, even kijken. Daar is een doelwit om op te testen. Nou ja, laten we hier maar gewoon even schieten. Ik wil even weten hoeveel damage ik doe zonder... Oké, 18.000 damage met die aanval zonder te levelen dus. Oh, het mooie is, dat is meteen een origin... Nee, ja, een origin Argentavis... En we hebben natuurlijk onze move waarmee we mensen aan de grond vast kunnen zetten. Dus dat is helemaal top. Laten we eerst de HP gaan levelen. Wat is veel HP? Ja, ik denk 20 mil, 30 mil. Als het even kan. Stamina is ook wel een ding af en toe hoor. Nou ja. Zo, nou moet ik heel snel een HP-pot hebben. Voordat hij in de buurt komt. Komt hij op me af? Hij komt op me af. Deze man? Ah, hij vliegt door mijn bal heen. Oké, we zijn nu maximaal geleveld. We hebben 14.480% melee damage. Plus 608.000 damage met één hit. En mooi, hij gaat voor het lijk. Dat is perfect. Kijk aan, 260.000 damage per hit. Dat is niet per se weinig, maar dat is ook niet veel. Maar, we kunnen nog een power-up doen. Waarmee wij nog steeds 260.000 damage doen. Doen we het sneller? Nee, wat? Huh? Nog een keer. Hij doet wel 1,5... Oh nee. Het lijkt alsof hij heel veel initiated damage doet. Gewoon op het begin. Maar dat... Wow, mijn hele scherm is aan het trippen. Ja, nee. Niet opstijgen. Nee. Nee, niet doen. Niet opstijgen. Kom op. We zijn net begonnen. Oeh, ja. Hij doet wel damage. En ik krijg wel zo'n RG klein. Maar ik moet zeggen. Het is toch ook wel een pittige tegenstander zo. Maar wat het mooie is van de Griffin is natuurlijk de Dive bomb. Zoveel damage doen we. Powered up met een hele goede... Kak, ik ben gekocoond. Je kan er niet doorheen diven. Oh, maar ik doe wel bijna 1 miljoen damage per hapje nu. Bijna 1 miljoen. Powered up. Dat is wel echt heel nice. Oké, dat is nu alleen een probleem. Ik kan mijn stamina op. Dat is het nadeel van de power up. Het zuipt al je stamina op. En ik kan niet opstijgen dus. Oh no. Kan ik mijn special move doen? Kan ik de special move? Nee, ik kan alleen nog maar bijten en rennen. Oh nee. Bijten en rennen, dat is wel mijn strategie in Ark altijd, maar... Ja, we krijgen hem wel dood. Hij doet wel pijn, maar we krijgen hem wel neer. Kom maar, nog één hap. Nee, dat zeg ik verkeerd. Hij moet nog 8,5 miljoen HP eraf. Er moeten potions zijn voor stamina. Oh nee, oh, dat is een stek ook gelukkig. Ik dacht even dat het een Kentrosaurus was. Dat zou een probleem kunnen zijn. 2 miljoen HP nog. Waarom komt alles boos op mij af? Wat is een probleem? En hij is dood. We did it.
Oh, oké. Ik denk dat de RG sowieso echt een stuk sterker is. Een stuk. Die doet die damage in één keer zo hard. Kijk, dit is mijn Dimorphodon mok. Die doet zijn damage gewoon heel erg hard. Gewoon knijt hard. Alleen deze kan wel gewoon lekker ingezet worden met die special moves. En al zou die niet zo goed zijn, dan ziet hij er alsnog super tof uit, weet je. Dan heeft hij gewoon het schoonheidsprijsje wel gewonnen. Wat vet. Nou broeders, dan heb ik nog een vraag voor jullie. Wat zouden jullie willen dat ik als volgende ga temmen of verslaan? Laat het me zeker even weten in de reacties. Oh, een Origin Spino. Oh. En er is nog iets. Nog iets wat we nooit hebben geprobeerd. Je kan namelijk ook nog Celestial Corrupted Dino's krijgen. Dus dan moet je ze eerst ascenden. Of je eerst de Celestial temmen, dan die ascenden. En dan vanuit daar. Joh, je valt van alles naar beneden. Vanuit daar moet je hem zelf nog corrupten. Deze Spino laat ik voor nu leven. Oh, er zijn heel veel leuke dino's hier. Dat is een Demonic Parasaur, of niet? Ja, laag level. Nou goed, deze gaan er levend vanaf komen. Oké, sommige gaan er levend vanaf komen. Wow! Oh, dat is een Primal Spine, oké. Maar bedankt voor het kijken, broeders. En ik ga nu Jamie ophalen voor iets heel speciaals. Wat je morgen ziet.